En ik hoop met u op een aantrekkelijke wedstrijd. We gaan het zien. De wedstrijd is net begonnen en er is nu al een overtreding gemaakt. Vrije trap gestopt, maar het blijft gevaarlijk. Bal over de achterlijn en dus een doeltrap. Heerwagen. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? De paas is goed. Mooie voorzet. De doelman kan de bal gaan klaarleggen om een doeltrap te nemen. Goeie tackle. Schulz. En meteen al een vrije trap. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Hij probeert de bal wel voor te zetten, maar daar wordt een stokje voor gestoken. Ja, en nu? Bal zo uit de lucht geplukt. Hij zit erin. We zien nogmaals het doelpunt. Dat is pijnlijk voor de keeper. Hij stopte de eerste inzet, maar de bal belandde voor de voet van de aanvaller. En die wist er wel raad mee. Schulz. Die aanval wordt onderbroken. Mooi hakje hoor, maar onderschept. De scheidsrechter fluit voor een vrije trap. Bal op de paal en terug het veld in. Daar stond de verdediger tussen. Ze mogen een hoekschop nemen. Nee, daar gaat het balbezit en meteen weer druk zetten. Mooie bal, zo de 16 in. Hij brengt de bal terug in de ploeg van die tackle. Prima gedaan. Dat was gruwelijk mooi. Die bal gaat uit, dat betekent een corner.
De voorzet eindigt in de handen van de keeper. Over de lijn, ingooi. En hij heeft de bal terug. Prima actie. De bal ligt voor het oprapen. Ze zijn hem kwijt. Zoekt de medespeler. Overtreding, vrije schop. Goeie tackle en hij neemt het balbezit weer over. Ja, en nu? Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Nou, afspelen de bal. Er zijn mensen meegekomen. Dikkie terug. Publiek laat merken dat het dat niet leuk vindt. Die bal is natuurlijk voor de doelman. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Hij wil de voorzetten, maar die bal komt niet aan, want er staat iemand in de weg. Nou, dat was een knappe redding en heeft de bal nog vast ook. De eerste helft is klaar, spelers klaar, we kunnen weer van start. Hij zoekt naar steun. Daar hoeft hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. En het spel gaat weer de andere kant op. De verdediger heeft daar goed het oog in. De scheidsrechter geeft een vrije schop. Hij is langs de verdediger. Die gaat uit, het is een inworp. Ondanks de rustige opbouw komt er nu toch een einde aan de aanval. Die verdediger sluit hem goed op en dwingt hem de bal over de zijlijn te spelen. Hij kan alleen door, maar heeft ook afspeelmogelijkheden. Die ging hard. Hij mist en zo blijven ze op achterstand. Ja, hij zou er gelijk kunnen maken hier even. Knap verovert de bal daar op het middenveld.
Die bal is voor de doelman. Nou, staat gewoon goed op te letten. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Jones. Spektakel. Bal terug voor de paal. Buitenspel volgens de scheidsrechter. Ik heb zo mijn twijfels. Dat had een doelpunt kunnen zijn. Oh. Yep. Die verdediger zit er goed bij. Voorzet geblokt. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog voor buitenspel. Dat was het einde van het balbezit. Komt er een counter? Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. De bal wordt voor het doel gespeeld. Kan er iemand bij? Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Mooi onderschept en het gevaar is weer even geweken. De paas wordt eruit gehaald, gevaar voorbij. Mooie paas. Wat gaat hij doen? Die bal gaat over de achterlijn corner. De doelman is ongelukkig. Via hem verdwijnt de bal in het doel. Dat ze een doelpunt hebben gemaakt, dat mag geen verrassing heten. Ze nemen de doelman constant onder vuur. Ja, dan krijg je vanzelf een goal. Ja, het is wat duidelijk wie er hier de bovenliggende partij is. Ze hebben het volledig voor het zeggen. Hij weet zijn hoofd goed tegen die bal te krijgen, Evert. En dan is het een bekeken zaak, doelpunt. Ze krijgen een inworp. Hij gaat ervoor. Wat scheelt het? Die bal zijn ze kwijt. Balbezit voor de tegenpartij dus. We krijgen nog een vrije trap, zo vlak voor het einde van de wedstrijd. Gele kaart! Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Houdt die balbezit? Ja, en nu? Vrij! Nee, daar verschalk je deze doelman niet mee. Die man heeft al geel en speelt nu toch wel met vuur. Weer een overtreding van hem. Ik ben benieuwd wat de scheids gaat doen. Hij mag vertrekken. Ik denk dat de scheidsrechter gelijk heeft even. De overtredingen van de ploegen staan in dit overzicht. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Heeft de voorzet. De keeper stormde op hem af en de redding was oké. Het is altijd een gok natuurlijk om eruit te komen, maar hij had de bal wel.
Einde wedstrijd. Oh,